In deze video bespreek ik de PAL 1 refractometer van Natago. Ik laat u zien hoe u het instrument kunt gebruiken en welke verschillende modellen er allemaal zijn. De refractometer wordt geleverd in een handig opbergetui, voorzien van gebruiksaanwijzing en een certificaat. En uiteraard de refractometer zelf. De refractometer is eenvoudig te kalibreren met gedemineraliseerd water. Met een pipet haal ik iets uit de fles. Ik druppel dit op het prisma. Druk op start. Vervolgens kan ik hem 0 zetten, zodat de refractometer ook echt 0 aangeeft bij demiwater. Belangrijk is uiteraard om de lens van de refractometer goed schoon te houden. Zorg ervoor dat je een doekje gebruikt die niet te veel krast. Krassen op de lens zijn uiteraard funest voor volgende metingen. Een meting met de refractometer is erg eenvoudig. Men neemt iets vloeistof wat je wil meten. Je druppelt het op het prisma. Je drukt op start. En vervolgens wordt de brixwaarde weergegeven van het product wat je gemeten hebt. In principe is het zo dat hoe hoger de brixwaarde, hoe beter de kwaliteit. Dit geldt natuurlijk vooral voor fruit. Voor het schoonmaken geldt hetzelfde. Je kunt de refractometer onder de kraan afspoelen. Het is namelijk waterdicht. En vervolgens maak je hem weer droog en je bent klaar voor de volgende meting. De refractometer wordt uitgevoerd in verschillende modellen. Ik heb er eentje voor brix. Er is er een voor Plato, voor koffie, voor honing. Kijk op onze website voor alle modellen die wij verkopen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heeft u vragen over een van onze producten, kunt u mij of een van mijn collega's bereiken. Uiteraard kunt u ook voor informatie terecht op onze website.